Yes, dames en heren, jongens, meisjes, welkom bij een nieuwe video. Het is ongelooflijk, maar we zijn er weer. Vandaag in deze video gaan jullie mijn Weekend League potjes zien. Pot 1 tot en met 15. Weekend League is natuurlijk weer verlengd, aangezien ik vrijdagavond al wilde spelen. Maar volgens mij was het vrijdagavond, lag alles er weer uit. Dus we zijn nu later begonnen, waardoor we weer elke maandag ook Weekend League kunnen doen. Tenminste, de eerste twee keer al. Eigenlijk moeten ze Weekend League gewoon elke vrijdagochtend tot en met maandag sowieso doen. En dat je dan tot en met dinsdagochtend volgens mij. Dan is het gewoon vrijdag, zaterdag, zondag, maandag. Heb je gewoon lekker 4 dagen om te spelen. Dat is eigenlijk 10 keer beter. Maar goed, we gaan even het team laten zien waar ik dus dit weekend mee aan het spelen ben. Waar ik mee gespeeld heb, noem het maar op. Ik pak even de magische El Yogo stick erbij. Dan gaan we even kijken wat het team is. Vergeet trouwens even niet deze video te liken. Allemaal massaal, jongens. Minimaal, ja, wat zeggen we, 1500 likes is wel leuk. 1500 likes. En abonneer even. We zitten bijna op 101.000 abonnees, jongens. Nog een paar abonnees. Dus vergeet even niet te abonneren hieronder. Jongens, dit is het team van het dikke, vette joch. We hebben namelijk 3 nieuwe spelers. Jullie kunnen zien Oblak, Desai en Bill. Vorige Weekend League hadden we gespeeld met Rashford op deze plek van Bill. Hier speelde Van Dijk en hier hadden we Alisson. Of het nou een hele grote en betere upgrade is, dat weet ik niet. Desai is dit jaar, vind ik, veel beter dan de Desai 87 van de voorgaande jaren. Maar eigenlijk wil ik heel graag die 89 blank en dan gaan we voor blank een andere icon halen. Maar dat gaan we nog even kijken welke speler ik daarvoor neem. Want Van Dijk is fucking ziek om tegen te spelen. Maar in mijn team vorige week had ik hem niet zo heel goed. Ik weet niet waarom. Ik weet niet, ik had niet echt het idee dat ik hem heel erg ben. En fijn vond. Varane daarentegen vind ik echt bizar goed. Oblak is denk ik de beste keeper in het spel. En Bill gebruik ik dus in 4-1-2-1-2 als linker CM, waardoor die denk ik ideaal is. Hij kan best wel goed verdedigen. Hij is snel, kan goed schieten. Hij heeft eigenlijk alles. Dus die ideale CM-positie in 4-1-2-1-2. Het is natuurlijk een fucking ziek team, jongens. En mijn doel is eigenlijk echt wel dit weekend elite heen halen. Dus we gaan naar het eerste potje van El Yogo in de Weekend League. Yes, dames en heren, daar gaan we dus. Het eerste potje. En dit is onze eerste tegenstander. Je ziet mijn cam rechtsbovenin. Die verdwijnt zo, want ik had hem per ongeluk nog aanstaan. Je ziet wel hoe scherp het is. Dat komt omdat ik namelijk een camlink heb gekocht voor mijn camera. Terwijl ik het hier nog heel blijf hier. Waardoor ik dus uiteindelijk straks ook als ik weer ga streamen of wat dan ook ga doen. Dat ik in ieder geval een hele hoge kwaliteit kan streamen. We winnen de eerste pot best wel makkelijk. 3-0. Sowieso de eerste potjes. Kan ik een klein beetje verklappen. Die gaan best wel goed. Dit is een goede tegenstander. Dit was de tweede tegenstander. Maar je ziet het al. 6-0 in de 70ste minuut. Hier geef hem voor. En dit zijn goede corners. Je ziet ze hoe ik ze neem. Heel hoog, heel lomp op Ronaldo. En die kan ze dan eigenlijk heel makkelijk erin krijgen. We winnen deze pot 7-0. Gaan 2-0 in de Weekend League. Ongelooflijk maar waar. Hier is de derde tegenstander. Dit is ook een team waarvan je denkt van ja, dat is een leuk team. Niet een heel bijzonder team natuurlijk. Dat is een team waar ik eigenlijk makkelijk met mijn team van moet gaan winnen. En we doen met Mbappé een soort, ja, wat was het? Een soort gekke aanname. Hij ligt gewoon voor links. En serieus, die Mbappé, jongens, is de beste speler die ik ooit heb gehad in FIFA. Nou ja, dat misschien ook weer niet. Maar dit is wel echt een van de ziekste spelers gewoon dit jaar. Dit is niet normaal hoe goed die gast is. Voor het geld dat je betaalt. Als ik zie dat de Cruyff, Eusebio, R9, Gullit allemaal zoveel goedkoop zijn. En die Rashford en de Mbappé, jongens, dat zijn echt de spelers dit jaar. Die Rashford gewoon, die is zo goed ook met zijn 5 sterren skill moves, 4 sterren weak foot. Die manier van acties aangaan, dat ga je straks nog zien in de clips tegen mij. Ik heb zelf geen Rashford voor meer in het team natuurlijk. Maar ja, we gaan heel makkelijk hier doorheen. Elke pot winnen we best wel makkelijk, die Mbappé. Ik ga denk ik volgende week of misschien deze week even laten zien hoeveel goals hij nou echt heeft gemaakt in totaal voor mij. Maar ja, bijzonder, echt hoe bijzonder hoeveel goals hij al maakt. En vergeleken naar de rest van het team, nog 10 keer meer erg. Ik heb Ronaldo in mijn team, Neymar, ik heb gewoon goede spelers. Maar hij maakt ze eigenlijk met links en rechts vanuit alle standen, schieten ze erin. Deze tegenstander, jongens. We staan hier dus uiteindelijk 5-0 gaan we al. Score hier de 1-0. En dit is een best wel goede tegenstander. Hij doet hier een hele goede actie met Martial. Ik dacht hij gaat schieten met rechts, want Martial heeft een 3-sterren weak foot. Maar goed, hij gaat wel met links uiteindelijk. Dat vond ik knap. En ja, hier komt een momentje waarvan ik denk van ja, ik zeg net dat Oblak de beste keeper is in het spel. Maar ja, hier word je niet echt vrolijk van. We speelden tegen een goede tegenstander. Kwamen 2-1 achter. En ja, ik had het best wel benauwd. Krijg ik het als er vooral zulke acties gebeuren natuurlijk met de doelman. Dat hij hem weer zo lomp terugbokst. Terwijl er eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Ja, dan word ik zenuwachtig. Dit doen we ook heel veel. We spelen dus 4-1-2-2. Heel veel die combinaties zoeken tussen middenveld. Hier een goede dragback. Ja, schitterend.
uitgespeeld. Gewoon wachten op dat ene moment, wachten op dat gaatje. Maar dat deed onze tegenstander ook. Kijk hoe hij hier met Kanté, jongens, is ook fucking ziek. Kijk hoe ziek Kanté net daar wegdraait van mijn tegenstander. Hem aflegt op Martial was het volgens mij en hem erin schiet. Dit was echt een hele zieke pot. We komen dus tot 3-3. En dan komen die 1-2'tjes weer waar ik echt fucking goed in ben. Hier deden we hem niet. Hier gingen we gewoon links voorbij met de sleep. En Neymar schiet hem fantastisch erin. Ik vond hem gewoon fantastisch. Hier, Mbappé, lekker op snelheid. Tuurlijk, hier wisten we weer dat de doelman naar de lange hoek ging. Dus we wachten dan even 1 seconde. Dat moet je ook vaak doen. Ze gaan heel vaak verplaatsen mensen de keeper naar de lange hoek. We winnen uiteindelijk 6-4, scoren nog 6-3. Hij maakt later nu 6-4. Gaat dus 6-0 in de Weekend League. Vervolgens gaan we 9-0. Je ziet het aan de tekst. En linksboven komt Koen Wijnand nu online. Dat is een heel belangrijk moment. Nee, oké, dat heeft eigenlijk helemaal niks mee te maken. Maar goed, ik heb dat bij hem altijd aanstaan. Hier zie je dus hoe fucking goed die Rashford is. Ik heb hem dus hier tegen me. We rennen hem eigenlijk nog fantastisch met Mandi op de lijn. Maar die Ansu Fati SBC, die knalt hem er even in. We komen dus 1-0 achter, jongens. En we gaan dus 9-0. Een pot 10 is altijd zo'n pot waar je het lastig hebt. Kijk, je ziet hier die Rashford. Deze pot had ik dus echt zware button delay, alle delay die er was. Nee, het speelde deze pot heel erg traag. Je ziet namelijk de manier op waar hij net de 2-0 maakt. Ik kan dat niet verdedigen. Hij doet dan die sleep. Dat is heel erg ziek met een 5-sterren skill moest spelen. En hij rent dan alleen. Dat is het enige wat hij doet. En ik kon dat gewoon niet dekken. Hier, Ronaldo schiet mis. Ik weet niet of het komt omdat Virgil dus aantikt. Het zou best kunnen. We krijgen een penalty. En dit is heerlijk om dit jaar ook weer met Neymar hem zo te nemen. Want je kan hem gewoon al linksboven in die hoeken houden. Kijk, hier hou ik hem even stil. En dat is belangrijk. Zodra hij nu nog een klein beetje zou trillen. Dat is niet goed. Want dan kan je hem niet echt vol in de kruising plaatsen. We komen dus gelukkig terug tot 2-2. En hier is de een van mijn mooiste aanvallen in deze video. Nee, dit is ook gewoon een goede truc. Heel to heel met de 4-sterren skill move spelen. Kan je ook nog die fake shot heel to heel doen. Die is eigenlijk nog beter. Maar met Ronaldo zo doet hij dan zo'n gekke rol. We gaan dus 10-0. Vervolgens gaan we 12-0. Dat kan ik ook al verklappen. Dat zie je in beeld. En hier komen we de laatste 3 potjes tegen die ik gisteren op zondag heb gespeeld. Deze tegenstander, jongens. Kijk zijn team. Heel eerlijk. Dan denk jij, oké. Easy peasy. Komen gelijk al na 16 minuten tegen 10 man te spelen. Hij krijgt namelijk rood. Hij haalt even gewoon in de 16 minuten al iemand neer. Ik dacht, waarom zou hij dat in godsnaam doen? Maar deze potten waren ook weer zo ongelooflijk traag. Je ziet hier, ik pak de bal af. Ik speel hem door het midden. Ja, ik weet niet. We speelden tegen 10 man. Ik kwam er gewoon niet doorheen. Met mijn 4-1-2-1-2. Ziek aanvallend. Speel ik daar ook nog eens mee. Met hoge druk en zo. Ik kwam er niet doorheen. Hier zit het hier. Ik pak weer een bal. Of ik zit ertussen. Ja, als ik er zelfs nu naar kijk. Vind ik het gewoon heel erg traag spelen. Hier komt hij in één keer met een zieke versnelling er voorbij. Ja, zonder dat ik het wist was hij er al voorbij. Staan we tegen 10 man. Godverdomme. 2-0 achter. Tegen 10 man. Tegen zo'n team. Ja, dat heeft echt, ik zweer het je, had alles te maken met een slechte verbinding. Hier zie je hoe wij perfect een schaar doen. Die tegenstander reageert niet eens. Want ja, voordat wij er, op het moment dat wij er voorbij waren, ligt hij er al in. 86e minuut, jongens. Ik heb net gewisseld. Carrasco erin. Ronaldo speelt naar Mbappé. Schitterende actie in. Kijk, Carrasco. Wat een ongelofelijke, ja, verschrikkelijke goal. Dat mag ik wel zeggen. Ik vond het verschrikkelijk. Maar die Carrasco, jongens, die wordt gewoon de matchwinnaar van, van deze wedstrijd. We staan dus 12-0, 2-0 achter tegen 10 man met een ongelofelijke slechte verbinding. En ja, uiteindelijk herstellen we het nog wel gelukkig. Echt heel erg goed. Hier Ronaldo, of ik weet niet hoe het was, op Mbappé. Doet de fake shot, leg hem terug op Carrasco. En die schiet er gewoon even 3-1, jongens, als ze wisselspelen. Carrasco, voor 600 munten kan je hem ophalen. Nou ja, echt een prima speler. Ik vond hem heerlijk als wissel. Hier komt pot nummer 14, Sportclub 1904. En dit was een makkelijke tegenstander. Ook weer een hele slechte verbinding. Maar ik wilde heel graag die 15-0 halen. En dat was gewoon iets in mijn kop wat misschien niet goed zat. Ik dacht, kom op, we gaan 14-0. Ik moet die 15 aantikken, dat is gewoon lekker. En ik wist gewoon met slechte verbinding, dat had ik eigenlijk niet moeten doen. En dan komen we ook nog eens tegen deze gast. Ravens. Ook nog een Nederlander, denk ik. Tenminste, had een Ajax-logo, Ajax-shirt. Maar kijk hier. Je kan het misschien niet zien in de verbinding. Maar ik stap je gewoon in met Varane. En hij registreert de bal niet eens. Zag je wat er gebeurde? Ik loop dus met Varane letterlijk op hem af. Op de bal. Op de tegenstander, hoe je het ook wilt zien. En er gebeurt niks. Hier, ik wilde op rondje. Ik heb wel zelf op rondje gedrukt. Maar ik wil natuurlijk hem niet achteruit, van achteren neerhalen. Ik wilde inderdaad het schot gaan blokkeren. Maar goed, ja.
ik wist helemaal niet in wat voor een staat ik op een gegeven moment was met de bal. Dus ik druk maar een beetje op rondje. We komen hier wel gelukkig goed terug tot 2-1. En ik dacht, yes, kom op. 15-0, dat zat zo in mijn kop. Maar ja, het speelde verschrikkelijk slecht. Vanaf die 12-0 dus nogmaals, speelde het zo slecht. Je ziet het hier weer. Hij heeft de bal. Ik pak hem af. Hij heeft hem weer. Die Varane springt in één keer naar rechts. Kijk wat die verdedigers doen in het midden. Die lopen alle kanten op. Ja, het is gewoon dom. We verliezen deze pot en het was gewoon slecht voor mij. Ik had hem gewoon niet moeten spelen, ondanks dat we daarvoor wel heel lekker gingen. Yes, dames en heren, dit waren de eerste 15 potjes van het dikke joch. 14-1 in de weekleague. Ja, ik ben niet ontevreden. Natuurlijk is het heel kut. Die laatste pot, ik had hem echt niet moeten spelen. De laatste potten, pot 13, 14, 15, speelde heel erg traag. Ik won gelukkig 14 nog heel erg dik. Waardoor ik dacht van ja, ik moet die 15e ook even spelen. En dan kan ik vandaag, dus maandag, nog de resterende 15 doen. Maar goed, het was gewoon dom. Ik had het eigenlijk niet moeten doen. Ik had ook een tweet uitgestuurd van ik ben zo dom. Je moet het gewoon niet spelen als het traag speelt. Het speelde dit weekend dus wel wat vaker weer trager dan de afgelopen weekend. Maar goed, we gaan het zien. In ieder geval 14-1. Vergeet even niet deze video te liken. Abonneer op mijn kanaal. En morgen jongens de video met het grote nieuws. Ik hoop echt dat ik het kan delen morgen. El Jocho haalt Elite 1. Kom, we gaan ervoor. Tot ciao mensen. Bye bye.